De geschorste docent in Lochem heeft zelf naar porno gezocht. De hele kwestie brengt veel teweeg bij leerlingen bij wie de leraar erg geliefd is. Goedenavond en verder. Mensen met een bijstandsuitkering op de Veluwe die gaan aan het werk in de zorg. En dat komt goed uit, want in de zorg is nog altijd een personeelstekort. En gesteggel tussen Harderwijk en Zeewolde over nieuwbouwplannen op Strandhorst. De geschorste docent van het Staring College in Lochem is niet misleid. Dat blijkt uit het eerste onderzoek van de school. De leraar raakte vorige week in opspraak nadat hij tijdens de les pornografische foto's bekeek die in de hele klas te zien waren. De leerlingen zelf vonden dat de zaak was opgeblazen en namen het op voor de geliefde leraar. In Lochem staat verslaggever Petra Cusé. Ja, Petra, de hele kwestie heeft veel teweeg gebracht. Het heeft veel teweeg gebracht en brengt nog veel teweeg. Leerlingen die denken dat de docent geslachtofferd wordt, hebben hier vandaag actie gevoerd. Maar de school is een uurtje geleden met een verklaring gekomen dat er geen sprake is dat de leraar wordt geslachtofferd. Naast mij staat Nico Woning, hij is bestuurder van het Staring College. Meneer Woning, hoezo geen sprake van slachtoffer? De docent heeft echt naar die foto's gekeken, is wat jullie zeggen. Ja, nou waar het ons met name om ging, dat was dat er een hardnekkig gerucht circuleert. En dat is dat leerlingen erin zouden hebben geluisterd. En dat zouden ze hebben gedaan door bepaalde zoektermen voor Google te noemen. En we hebben nu vanmiddag de betreffende collega gesproken. En samen hebben we afgesproken naar buiten te brengen dat dat niet het geval is. Er zijn dus geen leerlingen die hem erin hebben geluisterd op dat punt. En dat vinden we vooral ook heel erg belangrijk, omdat de betreffende leerlingen daar natuurlijk ook heel erg veel last van hebben gehad. Zij zijn nu vrijgepleit. Maar de docent niet. Hij heeft zelf toegegeven die foto's te hebben opgezocht, zelf te hebben gedaan. Nou, wat er precies is gebeurd, daar voeren wij nu verder onderzoek naar. En wij hopen in de loop van de week dat onderzoek af te kunnen ronden. Dus dan hebben we dat precies in beeld. Maar wat wij vooral ook belangrijk vinden, dat gerucht ontzenuwd is. En dat de leerlingen dus daar niet van beschuldigd kunnen worden. Oké, maar één conclusie trekken. Hij heeft zelf die foto's opgezocht. Maar goed, u zegt, daar gaan wij nog verder onderzoek naar doen. Komen we deze week nog met een mededeling. Hoe is het nu met de desbetreffende leraar? Nou, hij is uiteraard ontzettend aangeslagen door alles wat er nu ook gebeurt rondom dit onderwerp. En dat geldt overigens niet alleen voor hem. Dat geldt ook voor de betreffende en de betrokken leerlingen. En iedereen rondom de school. Dus het heeft heel erg veel impact. Ja, dat kunnen we zonder meer zeggen. Nico Woning van het Staring College in Lochem over de laatste stand van zaken. Oké, Petra vanuit Lochem, dankjewel. Ja, de leerlingen van het Staring College hebben het dus al die tijd opgenomen voor hun leraar, waarvan eerst nog werd gedacht dat hij werd misleid. De leerlingen steunden hem met een massale protestactie op school. Iedereen vindt en iedereen denkt ook dat hij er is ingeluisterd. En de school wil ons eigenlijk een beetje erbuiten houden. Daarom hebben ze gisteren ook een mail gekregen dat we eigenlijk niet hier moeten gaan staan. Maar we willen er zijn voor hem. Leerlingen weten niet of de leerkracht nou porno keek in de les of niet. Nou, ik weet het niet zeker. Maar ja, weet je, het is iets als hij het niet in de klas had gedaan of iemand had het niet gezien. Dan was er niks van gezegd. Het is gewoon dat nu hebben mensen het gezien en nu is ook het inschrijfmoment voor groep 8 van onze school. Dus daarom willen ze laten weten, van het is wel een veilige omgeving, maar het is ook nog steeds wel met die man. Vorige week is er ophef ontstaan nadat dit filmpje online werd gezet. Daarop is een docent te zien die dus klikt op pornografische foto's. Leerlingen protesteren vandaag en komen op voor de geliefde leerkracht. Er zijn meerdere bellen al gegaan. We zijn nu iets van 20 minuten in het derde lesuur. Er zijn een aantal mensen die hier op brommers gaan rijden. We zijn gewoon allemaal bij elkaar en we laten zien wat we vinden. Het is nog onduidelijk wat er met de bewuste docent gaat gebeuren. Op de Veluwe is vandaag een speciale zorgopleiding gestart voor mensen die in de bijstand zitten. De opleiding mag gevolgd worden met behoud van de uitkering. Zo moeten langdurig werklozen aan een baan geholpen worden en het nijpend personeelstekort in de zorg worden aangepakt.
Dit is de menulijst. Ja. Die worden zeg maar met de bewoners zelf gemaakt. Sahar Asmail is een van de 14 bijstandsgerechtigden die vandaag aan de zorgopleiding is begonnen. Op haar eerste lesdag maakt Riki Timmer van het woonzorgcomplex De Spulbrink in Vaassen haar wegwijs op de afdeling voor dementerende. Sahar zegt blij te zijn met de kans die ze heeft gekregen, want werk vinden was voor haar niet eenvoudig. Hoe lang probeert u al werk te krijgen? Hoe lang is dat al? 10 jaar. Ja. En waarom gaat het steeds fout? Er was fout, dan moet ik zelf alles regelen. Dat was, lukt het mij niet. En dat moet met dit project anders. Ouderenzorgaanbieder Viatens, de gemeente Epe, Heerde, Apeldoorn en de ROC's Deltion en Landstede hebben daarvoor de handen ineengeslagen. 'S Ochtends krijgen de deelnemers praktijkles, 's middags is het blokken in het klasje. Het is niet eerst dat je op school leert en het dan gaat oefenen in de praktijk, maar je gaat nu echt andersom werken. Dus echt vanuit de praktijk leren we wat we moeten weten. En dat houdt feitelijk in dat ze 's ochtends meehelpen met het wassen en verzorgen van onze bewoners. En voor de rest eigenlijk ze een fijne dag geven. En door in de huiskamer een spelletje te doen, door te zorgen dat hun woonomgeving lekker schoon is, huiselijkheid, dus eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Het project moet er niet alleen voor zorgen dat mensen in de bijstand een kans krijgen, maar ook om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. 1 op de 2 vacatures blijven onvervuld. En dat betekent dat als de leerlingen niveau 2 helpende zorg en welzijn halen, dan hebben ze een baan bij Viatens. Ja. Dan mag ik werken, vaste baan hebben. Ja. Ik zie uw ogen stralen, daar bent u wel blij mee, geloof ik. Hè? Ja, ik ben blij mee. Ja. Ja. Het heeft steeds meer iets weg van een burenruzie. Ermelo en Zeewolde die steggelen al een tijdje over mogelijke nieuwbouw op strand Horst. Nu hebben 130 mensen officieel een bezwaarschrift ingediend. Ermelo heeft grootse plannen voor een conferentiecentrum waar onder andere popconcerten gehouden kunnen worden. Ook komt er een hotel van 60 meter hoog en moet de recreatie een boost krijgen. De horeca en omliggende natuurgebieden worden aangepakt en de golfbaan wordt opgeknapt. Het is natuurlijk ieders goed recht om van deze ontwikkeling wat te vinden. Ik denk dat men op zichzelf ook niet tegen de ontwikkeling is. Iedereen is erbij gebaat dat er een aantrekkelijk strand komt. De gemeente Ermelo herkent de bezwaren wel, maar wil toch de plannen doorzetten. Scherpe eisen en strenge regels voor de mogelijke geluidsoverlast voor het natuurgebeuren daar. Dat wij de boel heel zwaar moeten isoleren, of wij, de exploitant, moet het heel zwaar isoleren. Wil die überhaupt daar iets mogen? Zeewolde gaat hier niet mee akkoord. Het college van burgemeester en wethouders heeft al meerdere keren bezwaar ingediend. Daar is deels naar geluisterd in de vormgeving van de bebouwing. Zeewolde ligt volgens burgemeester Gorter dichter bij Strandhorst dan Ermelo zelf. Hij verwacht dan ook dat de Zeewoldenaren meer last hebben van het geluid dan de mensen uit Ermelo. Want we hebben een landelijke regelgeving. Er mag niet meer dan 50 decibel op een woning zitten, dichtstbijzijnde woning. En dichtstbijzijnde woning is een woning aan de overkant van het water in Zeewolde. De gemeente heeft daarom een aantal impressiefoto's gemaakt van hoe de nieuwbouw eruit komt te zien. Volgens de wethouder gaan ze naar de bezwaren kijken en hopen ze in de zomer de gemeenteraad te kunnen informeren. Nog voor de race in Denemarken begon, was de auto van de familie Schoot uit Oosterbeek al kapot. Er wordt hard aan de auto gewerkt in Kopenhagen. Gaan ze het halen om mee te doen? Ik heb vertrouwen in. Eerst maar eens even onderzoek. De automobilist die zaterdagochtend om het leven kwam bij een verkeersongeval in Warnsveld is een 22-jarige man uit Brummen. Dat meldt de politie. Het slachtoffer botste op de Lochemse weg frontaal op een andere auto. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een 18-jarige man uit Nijkerk is aangehouden voor een gewapende overval op een winkel in Nijkerk. Dat gebeurde vorig jaar november. De winkel aan de Brink werd overvallen door 2 gewapende mannen. Ze namen geld mee en gingen er vandoor. De politie kwam de verdachte op het spoor door uitgebreid rechercheonderzoek. De 18-jarige man zit vast en het onderzoek naar de tweede verdachte loopt nog. D66 in Gelderland wil 2,5 miljard euro investeren in klimaatmaatregelen. Geld daarvoor komt van de verkoop van aandelen van energiebedrijven. De provincie Gelderland heeft veel geld in kas door de verkoop van Nuon-aandelen. Volgens Michiel Scheffer, lijsttrekker van D66 in Gelderland, ligt dat geld nu op de plank. De lijsttrekker wil dat inwoners geld krijgen om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.
Nou, wat we doen is, we willen ongeveer 2000 euro inleggen per huishouden die dit doen. Of in de vorm van een lening, of in de vorm van een schenking, afhankelijk van het inkomen van de mensen. Flinke onrust in woonzorgcentrum Talma Borg in Apeldoorn. Want vanwege rookontwikkeling moesten 12 bewoners worden geëvacueerd. Dat verliep zonder problemen. Vandaag werd de oorzaak duidelijk. De brandweer rukt met extra ploegen uit naar Talma Borg. Niet zozeer vanwege de brand op zich, maar omdat in het woonzorgcentrum mensen wonen die slechter been zijn en bij een evacuatie niet eenvoudig zelf weg zouden kunnen komen. Het blijkt allemaal niet echt nodig. Paniek is er eigenlijk niet geweest, maar natuurlijk wel onrust van wat gebeurt er. Maar onze medewerkers zijn opgeleid met de BHV, bedrijfshulpverlening, en hebben dat keurig stap voor stap gevolgd. Dus de bewoners zijn van het ene naar het andere compartiment gebracht, zoals dat heet, om buiten de gevarenzone te komen, omdat je nog niet weet wat er aan de hand is. Familieleden komen meteen kijken wat er aan de hand is. Nou, dat ziet er ook heftig uit, hè? Dat zag ik zelf ook op de beelden gelijk. Familieleden die belden hebben we gevraagd om nog even te wachten en verteld dat wij ze later terug zouden bellen. Vandaag blijkt wat er mis is gegaan. Het probleem zit in het ventilatiesysteem. Het bleek dat een aandrijfmotor van de ventilatiewarmte wat op de gangen geblazen wordt, die aandrijfmotor was kapot gegaan. En die brandlucht die ging langzaam door dat ventilatiekanaal. Inmiddels is de technische dienst bezig om het probleem op te lossen. Pech voor de familie Schoot uit Oosterbeek. Ze doen mee aan de Garbage Run in Scandinavië. Maar voordat de race begon, ging de auto al kapot. De Garbage Run is een race van 2500 kilometer met oude barrels. Vol goede moed vertrok de familie Schoot gisteren richting Kopenhagen om daar een paar kilometer voor het hotel te stranden. De koppeling begaf het en dus werd er gesleuteld in een garage. De familie maakte zelf deze beelden in Denemarken. De Garbage Run gaat van Denemarken via Zweden en Lapland naar Finland. En de familie uit Oosterbeek is hard aan het klussen. Nou, volgens mij zit het er bijna op. Wat luchten. Rij je maar. Ik heb vertrouwen in. Eerst maar eens even ontluchten. Nou, je hoort het. En toch, het is gelukt. De familie kon vanmiddag starten. Nou, hopen dat het goed blijft gaan. Dan krijgt u nog het weer, deze keer van Britta van Gent. Ja, na een kletsnatte zondag waarbij er op sommige plaatsen in de provincie zelfs meer dan 30 mm is gevallen, was het vandaag eigenlijk redelijk rustig weer. Er vielen nog steeds wel een paar buien, een enkele zelfs nog met wat winterse neerslag. Maar tussendoor was er ook wel redelijk wat ruimte voor zon. En die zon die komt de komende dagen steeds beter aan bod, met daarbij ook weer hogere temperaturen. Dus een vleugje lente. Deze ooievaar zit alvast klaar om daarvan te gaan genieten. Nou, vandaag hadden we een wind vanuit het noordwesten, dus vanaf de Noordzee. Daarmee werden toch nog wel wat wolkenvelden aangevoerd en verspreid dus ook nog een paar buitjes. Maar tussendoor dus ook het zonnetje regelmatig. En ook vanavond hebben we nog wel wat opklaringen. Die komen vanuit het noordwesten nu weer een beetje onze kant op. En met name in die opklaringen koelt het toch wel weer snel af. En ik denk op sommige plekken in de provincie zelfs weer tot iets onder nul. Min 1 graad op de meeste plaatsen. En later vannacht komt dan uiteindelijk weer wat meer bewolking de provincie in zetten. En vanaf dat moment gaan de temperaturen dan weer iets omhoog. De wind draait dan ook wat meer naar het zuidwesten. En daarmee wordt relatief vochtige, maar wel zachte lucht aangevoerd. Dus ook morgen nog wel wat wolkenvelden, maar tussendoor ook wat zonneschijn. Het blijft overal droog en de temperatuur die komt uit op zo'n 8 à 9 graden. Nou, ook woensdag hebben we een beetje zo'nzelfde dag met een zuidwestelijke wind. Ook weer de aanvoer van die vrij zachte, maar wel vochtige lucht. Af en toe wat zonneschijn daartussendoor. En vanaf donderdag dan gaat de wind naar een wat droger hoek draaien. Vanuit het zuidoosten komt dan droge en zachte lucht onze omgeving in. En dan wordt het echt een lenteweer met lokaal zelfs 13 graden. Dit was het Gelders Nieuws. Voor meer nieuws kunt u natuurlijk kijken op onze website gld.nl of op onze Omroep Gelderland app. Ik wens u nog een fijne avond.